6 Almeerse kinderen hebben vandaag een Almeerse kei gekregen. Dat is een jaarlijkse onderscheiding voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud... die zich hebben ingezet voor de gemeenschap of voor een ander. Normaliter worden die keien uitgereikt door de burgemeester. Maar ja, dat ging dit jaar vanwege de coronamaatregelen toch even anders. Henk van den Bos hebben we nu contact mee, want hij ging vandaag langs alle scholen. Henk, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Wat is nou precies jouw rol in het geheel? Nou, ik ben de presentator al jaren van de Almeerse Kei. En net werd gezegd dat de burgemeester er dit jaar niet bij was. Maar dat was die toch een klein beetje ook wel. Hoe dan? We zijn namelijk naar de scholen toegegaan. En we hebben de kinderen daar verrast in de lokalen. Ze kregen een escape card. En die escape card die konden ze oplossen. En als ze dat goed deden, kregen ze aan het einde... Als ze alle vragen van die escape card goed hadden opgelost, kregen ze een filmpje zien van Frank Weerwind, onze burgemeester, die dan vervolgens een code vertelde van een kistje. Ze deden dat kistje open en daarin zat de kei en de onderscheiding die daar ook nog bij hoort. Ja, dan vraag ik mij af, wisten die kinderen nou dat er iets spannends in die doos zat? En dat er wat uit zou komen? Nee, dat wisten ze niet. Nee, dat was een volledige verrassing. Zelfs een meisje was helemaal ontroerd van het feit dat ze iets kreeg, iets bijzonders kreeg. Een toespraak van de burgemeester en een prachtige kei en een onderscheiding. Ze was er echt bijzonder blij mee. Ja, allemaal trouwens. Ja, noem eens een voorbeeld van wat ik weet van andere jaren. Daar zitten soms hele ontroerende en bijzondere verhalen achter. Noem eens een voorbeeld van een kind dat dit keer een kei heeft gehad. En waarom? Nou, een van de voorbeelden is een meisje dat bijvoorbeeld voor haar zusje en haar moeder zorgt door extra dingen te doen. Die je van een kind op die leeftijd niet zou verwachten. Omdat haar moeder heel erg ziek is en haar zusje doet zij extra dingen in het huishouden onder andere. Iedereen af en toe wel eens wat, maar als je dat dan specifiek doet omdat je moeder heel ziek is, ja, is dat wel heel bijzonder. En net zoals een ander meisje die heeft al tot 3 keer toe haar haar zo lang laten groeien dat ze het kon schenken aan de Stichting Haarwens. Ah. Ja, dat is bijzonder. Ja. Dat is bijzonder. Ja. Ja. Wij staan er eigenlijk niet zo bij stil. Hè. We denken vaak dat wat goed is uit het hart komt van volwassenen. Maar ja, kinderen kunnen er eigenlijk, die doen er even 10 schepjes bovenop. Ja, die doen net even een stapje extra hun best. En het is dan mooi dat dat soort dingen opvallen. En dat daar aandacht voor is in Almere. En die worden dan genomineerd als Almeerse kei. En dat is heel bijzonder, al jaren. Ja, dan over die nominaties. Want hoe weet de gemeente nou dat die kinderen er zijn? Nou, als er familieleden, niet ouders zelf, maar vaak andere mensen in de omgeving van de kinderen, die melden ze aan. En dan wordt daar een hele uitvoerige motivatie bij gestuurd. En dan wordt dat beoordeeld door een jury. En daar zit onder andere de burgemeester, Frank Weerwind, zelf in. Maar ook iemand van de politie en van de kinderhulpdienst. En er zitten van allerlei onderdelen zitten daarin. En die beoordelen of het in aanmerking komt voor een nominatie. En dan blijven er een aantal kinderen over. En die komen normaal gesproken naar het stadhuis. Daar is dan een heel feest. En wordt dat officieel uitgereikt en opgespeeld. Net als de normale koninklijke onderscheidingslintjesregen. Maar dit is dan speciaal voor kinderen. En dit jaar hebben we dat met de escape card en een doos met een slot erop naar de kinderen toegebracht. Ja, nou, we kunnen straks dus weer voor volgend jaar kinderen gaan nomineren die daarvoor in aanmerking komen. Maar was het eigenlijk leuk om het deze keer dus op een hele andere manier te doen? Ja, in het stadhuis is het natuurlijk een groot feest. En hier was het met alle kinderen in de klas. Anders, maar heel bijzonder. En ook in een vertrouwde omgeving werden ze echt verrast. Ze hadden geen idee dat... Normaal gaan ze naar het stadhuis toe. En dan voel je wel aan dat er wat aankomt. Kriebelen. Ja. Precies. En nu was het echt een volledige verrassing. Ja, Henk, je hebt een jasje aan dat glimt tegen de klippen op. Er zitten een soort Swarovski-steentjes op. Echt een showmaster. En gaat het eruit? Ben je klaar voor de dag? We hebben alle lintjes vandaag uitgereikt en ik ga er zo meteen een lekker glaasje appelchampagne op drinken om de kinderen nog eens even extra te feliciteren vanuit mezelf in gedachten. Ja, dus dat gaan we zeker niet doen. Nou, laten we allemaal een voorbeeld nemen aan deze Almeerse keien. Presentator van de Almeerse kei, Henk van den Bos, dankjewel.